Het geluid. Wij gaan even terug naar gisteravond. Het was rond 6:30. Jouw antwoord voor de duidelijkheid is een wc-verkleiner voor kleine kinderen op de wc leggen. Ja. Is het echt waar? Caroline? Ja. De jury die vertelt mij dat jouw antwoord goed is. Caroline, je wint 52.800 euro! Ben ik gelopen nu? Ja, wauw. Wauw, ik kan niks anders zeggen. Caroline, goedemorgen. Goedemorgen. Dit ben jij. Ja, dit ben ik. Ongelooflijk. Het is gisteravond gebeurd. Is het al een klein beetje ingedaald? Nee, eigenlijk nog niet. Het is echt heel onwerkelijk allemaal. Jij luistert naar de radio en hoort het geluid van Q-Music. Ja, en toen dacht ik eerst dat het doosje van billendoekjes dichtmaken was. Mm-hmm. En toen kwam de hint maandag. Ik zeg nee, het is de wc-bril op de wc-verkleiner op de wc leggen. Laten we heel even luisteren naar de hint van afgelopen maandag. Ik ben Jackie. Ik ben 4 jaar oud. Ik ben de hint van voor het geluid. Ja. Doei. Ik heb me pas de eerste keer na de hint aangemeld. Dat was dinsdagmiddag. En ja, gistermorgen weer opnieuw. Hey, en hoe wist je het zo zeker, Caroline? Het was een gevoel. Heb je het zelf vaak gedaan, want je hebt kinderen? Ja, ik heb het zelf vaak gedaan met mijn eigen kinderen. En ik werk als kraamverzorgster. Kijk, daar komt de aap uit de mouw. Heb je nog het geluid getest? Of was dat voor jou niet eens meer nodig? Nee. Ik denk, ja, het is hem gewoon. Er stond waarschijnlijk een anoniem nummer in beeld. Had je toen al het gevoel van, dit kan wel als Q-Music zijn? Nou, ik denk, oh, anoniem nummer. Normaal pak ik nooit op dan. Maar, waar was je? Ik was de bedden op het maken thuis. Ja, moet gebeuren. Oké, en dan hoor je je mag meespelen. Nou ja, ik wist het zo zeker, maar ik dacht wel van, ja, als het, nee, dat is toch niet goed. Dat kan nooit goed zijn. Ah, ja. Dus Domien, die was ook behoorlijk verbaasd. Je hoort hem helemaal uit het veld geslagen. Ja, nadat jij ophangt met Q-Music en denkt, ik heb net gehoord dat ik 52.800 euro heb gewonnen. Wat doe je dan? Wie bel je als eerste? Of wie heeft jou gebeld? Ik heb als eerste mijn man gebeld, want die was op dat moment niet thuis. En die dacht dat iets met de honden was of zo. En ik was zo in paniek eigenlijk een beetje. Ik zeg, nee, ik heb het geluid geraden. Dus die was helemaal, ja, ook flabbergast van, nee, dat kan niet. Wat ga je ermee doen? 52.800 euro. Nou, ik denk, ja, we gaan een lekker weekendje weg met mijn ouders en mijn zussen. En de kinderen worden natuurlijk langzaamaan ouder. En die wil je ook laten studeren natuurlijk. Ja. Hoe oud zijn jullie kinderen? 12 en 9. En er moeten nog wat dingetjes aan het huis gebeuren hier en daar. Dus, ja. Het komt altijd wel goed. Het komt altijd wel goed. Hey, en wat een lekker gevoel dat je dat een beetje bij elkaar kan fantaseren nu. Wat je er allemaal mee kan doen. Want het ene sluit het andere niet per se uit. Nee. Je hoeft niet te kiezen. Nee, het is echt bizar. Je fantaseert hier wel eens over. Van, oh, als ik heel veel geld win, dan dit of dan dat. Ja. Ja, nu is het gewoon werkelijkheid. Caroline, ik heb hier een cheque voor je. Daar staat jouw naam op. Daar staat het geluid op. En dat absurde bedrag, 52.800 euro. En ik ben onwijs blij dat ik hem aan jou mag overhandigen. Bij deze, Caroline, gefeliciteerd. Super. Hartstikke bedankt. Zo, dat is een lekkere rit terug, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Van harte gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. Het geluid. Q-Music.